Als u alle 9 symfonieën van Beethoven hoort, maakt u een fantastische reis mee. En Beethoven heeft dat ook gedaan. Maar hij heeft niet veel daarvan gehoord. In zijn eerste en tweede symfonie misschien nog iets, maar dan steeds minder. Hij heeft zijn 7e zelf gedirigeerd, zonder horen. Aan het einde was stilte en iemand heeft hem omgedraaid. Meneer Beethoven, de mensen klappen. Hij draaide om en hij zag de mensen en toen was hij heel ontroerd. Maar van zijn 9e symfonie kon hij niets meer horen. En wat toch ontstaat, is het mooiste wat er bestaat. Hij heeft dit niet voor zichzelf, hij heeft dit voor ons geschreven. En wat wij horen is een ziel, een geniale mens met extreme gevoelens, extreem dramatiek, extreem lyrisch, soms extreem fijn en soms extreem geestig. Een fantastisch rijke man die van zijn eigen werk niets kon horen. Maar wij kunnen het wel horen. God zij dank.